Dames en heren, in deze video gaan we 10 minuten aan karma bekijken. Dus laten we gelijk beginnen. Allereerst heel erg bedankt Olam Johnson voor deze video. Druk eventjes op het duimpje omhoog en abonneer natuurlijk. Oh, heerlijk. Rest in peace. Daarna gaat dansen. Ja. En daarna wordt hij doodgeschoten. Nee, de storm. Oh shit, een storm. Nee. Oh, dit had is... Had hij sowieso niet gered. Dit is geweldig. Had hij wel gered. Oh, lekker voor hem. Lekker, ja, dan moet je maar niet TTL doen hoor. Karma. Absoluut, hey, dikke karma. Ik zou wel graag een PlayStation willen. Kan ik dat krijgen? Ja, dat kan. Maar dan moet je wel de support a creator code te veel gevraagd invullen. En een Switch ook, en de Xbox One ook? Die mag je ook winnen, maar dan moet je wel even onze code gebruiken. Oké, doe ik. Ja. Alright. Oh shit, kijk deze guy. Oh, hij is aan het kutten. Hij is zwaar aan het kutten. Dat kan toch niet anders? Maar hij gaat wel dood dan, denk ik. Eerlijk? Ja, moet hij... Oh, nee joh. Oh. Huh? Hij heeft hem ook nog. Meen je dat? Oh, nee. Oh! Lekker, man. Oh, dit is mooi. Lekker, en man. En als hij ook nog werd geslaagd, ja, dat zou echt... Nee, maar oké. Karma kan niet, hè. Dat hoort niet. De toxic bar. Oh, shit. De toxic bar is aanwezig. Oh, nu lacht hij nog een keer. Ja. No more toxic bar. De toxic bar gaat echt zwaar omhoog. Oh, shit. Oh, nu gaat hij nog een keer. Hij gaat nog twee keer omhoog, denk ik, die toxic bar. Oh, nog iets. Is het de helft? Oh, shit. Oh, nee. Oh. Gaat hij hem killen? Oh. GG. Ja, dan ben je fucked. Dat is zo leuk. Dat is zo mooi. Dan ben je fucked. Rip Ritoro. Oh ja, tuurlijk. Rest in peace. Ja, dit zijn nog oudere clips. Dus. Ja. Oh shit. Oh shit. Dat geschreeuw is altijd zo mooi. Oh shit, kijk hem reetje. Oh my god. Dat was ook wel lullig om dat te doen. Ja, dat was leuk. Doei. Oh. Oh, nee. Oh mijn god. Mooi. Well played. De karma is real. Well played. Die was inderdaad echt wel. Dat is het enige ook wat hij nog kon doen. Oh. Ja. Oh my god. Oh shit. Dat is oprecht. Hij voelt zich zo kut. Yep. Hij wist gewoon van, oh damn, hij just got out. Yep. Doei. Oh, net niet. Meed het nou? Gaat hij nu? Oh my god. Oh. Of toch? Jawel, haalt hem wel. Oh, dat was nice. Dit gaat wel. Oh, take the L. Maar ja, daar zit de trap. Daar zit de trap. Hij gaat dood. Ze gaan allebei dood. Allebei. Oh my god. Well played. Oh, dit is zo geweldig in deze clips. Yep. Oh, karma. Ja. Is dit die Fearless? Wacht. Nee, is dat niet van, die, van dat YouTube kanaal? Nee, leek erop. Die heet ook zoiets. Ja, ik weet niet. Volgens mij is het al niet. Het zou wel grappig zijn. Hij probeert hem te naaien. Hij probeert hem van de rand af te krijgen. En hij edit nu. Oh my god, ze zelf er ook af. En hij is dood. En hij krijgt helemaal geen... Oh, natuurlijk. Hij krijgt geen damage omdat die andere eerder viel. Ja. Wat wel. En... Oh my god. Gaat hij pakken? Maar hij zit wel boven je. Oh. Maar dit is... Ja, ik weet niet. Kun je dat karma noemen? I don't know. Depends. Oh, ja. Ja, nu ben je fucked, jongen. The battle. Oh. Wat gaat hij doen? Gaat hij zelf dood? Oh, pas op! En hij bouwt... Oh my god. Oh, shit. Nee, joh. Ja. Nee. En hij kijkt omhoog. Hij schiet. Gaat hij dood? Nee, net niet. Maar ja, hij kan er ook niet meer weg. Dus ja. Zonde. Nee, klopt. Het is gewoon, ja. Dit wordt karma. Dan gaat hij zelf ook al vallen. Dan niet. Doei. Oh, shit. Dat is wel lullig. Doei. Oh, ja. Je kan erop wachten. Pure karma. Ja. Pure karma. Karma level is heel hoog. Yep. Hij lacht. Hij lacht. Oh. Oh my god. We zien het een keer vanaf perspectief die iemand ervoor zorgt dat iemand karma krijgt. Ja. Lekker dansen. Jeet. Oh shit, waarschijnlijk gaat hij take the L doen. Ja. Oh, is een tryhard. Oh, easy. Rippen, nogmaals. Je denkt als ik het zeker, diegene die die take the L deed, die heeft sowieso zijn monitor kapot geslagen. Denk ik ook. Oh, wow. Oh damn, dit is wel heel erg nice. Oh nee, dit is zo toxic om te doen. Dat is zo toxic om te doen. Hij gaat dood. Oh! Nee! Oh, GG. GG, gewoon op dezelfde manier gekillt. Gepakt op zijn eigen manier. Oh! Wow. Oplet. En nu take the L doen. Ja, dat deed hij. Oh, geweldig. Al die toxic mensen. Oh nee, hij gaat... Ja, dit is lullig. En... Ja, hij heeft geen chesten meer. Geen chesten. Kijk, dat is de karma die je dan hebt.
En nu gesnijpt worden. Well played. Ja, dat was nog mooi geweest. Nee, dat was al genoeg karma. Ja, in principe wel. Oh, oké. Pak de loot, pak de loot. Ah, take the L. Take the L. En doei. Netjes gedaan. Wat heeft een body shot? Die shotgun was echt mis die eerste. Ja, en verdiend. Ja. Kijk, deze rage heb je dan. Yep. Mission, avenge this teammates. Die. The teammates. Closer. En bam. Hoppa, easy. Lekker. Oh shit. Rammel die finishje. Ja, killen snel. Lekker. Toen had je nog geen, hoe heet het, dat je hem kon healen. Ja, dat Reboot fans. Reboot fan, ja. Nice, Pili, Rip Pili trouwens. Ja, alles is rip in seizoen 9, alles is rip. Vind je de gameplay beter? Om even kort daarover te hebben, vind je de gameplay beter, ja of nee? Of hebben we nog niet genoeg gespeeld? Nou, niet genoeg gespeeld, inderdaad, ja. Dat had ik kunnen zeggen. Ik vind hem wel beter. Oh shit. Kijk dan, deze guy, weet niet eens wat hij doet en hij heeft hem gewoon. Oké. Maar ik denk dat we voor een weekje gewoon weer een podcast doen of zo. Ja, dat kan wel, hè. En we kunnen weten er meer over als er weer een update is geweest. Ja. Oh my god. Hoe kon die doodgaan? Ging hij zichzelf killen of zo? Ja. Boom, mis. Oh, nog een keer. Raak. Nu mag je me echt wel killen. Oh, hij probeert hem te pickaxen. Nee, meen je dit? Doe het niet. Oh my god. En terecht. Hij werd echt gewoon getoeshot. Ja, hij werd echt gelaserd. Oh, dat is karma. Ik voel hem aankomen. Ik ook. Hij denkt dat hij hem heeft. Hij denkt easy kill. Dat denkt hij nu. Hoe de fuck heeft hij hem niet eigenlijk? I don't know. Dat maar is echt heel bijzonder. Hij gaat alsnog dood. Nee. Jawel. Oh, hij probeert hem te killen. Oh, mislukt. Hij gaat erop staan. Hij moet erop staan. Nu killt hij zichzelf. Oh my god. Nu killt hij zichzelf. Oh my god, wat een noob. En hij is levend, hè? Oh nee, hij is ook dood. Oh my god, wat een noob. Oh man. Bot. Ja, dat denkt hij. Dat denkt hij. Nou, we nu gesniped. Oh, dit is zo toxic. Holy crap. Hij is echt moker toxic. Eye distortion. Daar gaat hij. Oh ja, get wrecked. Hij dacht dat hij een normale game zat, maar nee. Ja, nee, dat was niet het geval. Oh, ja, doe je dansje maar. Oh, GG, zegt hij. Oh, get wrecked. Oh, courage. Gaat hij karma krijgen? Hij gaat karma krijgen. Courage gaat karma krijgen. Doei. Oh, kijk, gezicht ook, hè. Oh, nee. Oh, shit. What just happened? Uh-oh. Lekker dansen. Oh, nee. Well played. Maar dat is een beetje dubbel op karma. Ja, dubbele. Ik weet niet. Voor beide een beetje. Ja, klopt. En oh my god. Oh. Wow! Oké, die had ik echt niet aan te komen. Ik wist niet dat daar nog een trap stond. Oh my god. Hij heeft hem. Doe normaal. Wel, de ene iemand gaat op de ander inhakken. En die verliest. En die gaat zo meteen dood. Ja, ik zei het. Oké, nu is het klaar. Denkt hij. Nu is het klaar. Ja, hij vindt hier iets. Hoppa, afgelopen. Kijk, dat is terecht. Had hij me niet zo dom moeten doen, hè? Ja. Ja, doe je dansje maar. Gaat zo. Hij wordt zo meteen getrapkilled. Oh! Wow! Die is heel pijnlijk voor hem. Die moet echt. Dan ben je echt outsmarted daar. Ja, dat is 200 IQ play van die andere. Yep. En dan lijkt je heel goed. Hey, dan kan je heel goed bouwen, maar dan kan je niet schieten. Dan gaat het fout. Nou, dat is een beetje bijna. Oh, dan gaat hij zelf ook zo. Pas op. Doe dit niet. Oh shit, ik ben benieuwd. Pas op, nee. Nee. Ik denk dat ik binnenkort ook in deze aflevering kom. Nee. Oh shit, oh, idiot. Ik zweer het je, binnenkort zit ik ook in zo'n aflevering. Ja, want jij doet het ook? Ja. ik weet niet. Ik zelf ook. Dan zit ik echt achter een noob aan te rennen in Team Rumble. Wat de hell. Hij was blij met zijn loot, wordt hij gekild. Ja. Oh shit, get pickaxe. Nog één hit en hij is dood. Hij kan. Oh! Ja, die is rip pump. Oh nee, my god. Nog één kans en. Oh nee! Hij gaat naar volgen en hij wordt alsnog gekild. Oh my god, dat is bijna klaar geweest daar. Dat scheelde niks. Lekker. Hij wil met Siphon settings, holy crap. Hij kreeg gewoon HP erbij daar. Oh damn, dat is long time. Okay. Oh my god, set. Hij wordt zo meteen gekild. Ja, dat denk ik ook. Never pest. Oh. Niet doen. No. Hij gaat hem killen. Ja, gaat die impuls achter hem gooien. Dan is hij klaar. Ja. Gaat die impuls achter hem gooien. Ga dat doen. Ja, lekker. Oh my god, 3 AP.
Maar gaat hij dood, nu gaat hij dood. Wat doe je nou, dude? Oh, hij gaat hem pakken, oké. En nu gaat hij een pickaxe, denk ik. Oh. Oh, gaat hij een pickaxe? Made it? No! Oh, nee! Ja, ik snap het wel. Dat is lullig. Dat is gewoon lullig. Dames en heren, dit was het einde van deze video. Vond jullie deze video nou super tof? Drop dan even de like. Abonneer op de film. Vraag met dat belletje aan. En klik even op de video's hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En peace out.